Ja Theo, daar hangt de poster 28 fietsdag tot zondag 26 juni. De zon schijnt nog niet, het is nog 's morgens vroeg. Wat verwacht je ervan? Ja, ik vrees voor het vrezen, want ja, het geeft niet zo goed weer aan. En, ja, ik weet ook niet wat het is. Het is nou ziet het er mooi uit, nou zou ik zeggen ik ga fietsen, maar we wachten maar af. En, maar als ik eerlijk ben, ik heb er een zwaar hoofd in. Maar, ja. Maar goed, het is goed bekendgemaakt, alle kranten heeft het gehaald, de lokale omroep heeft het gehaald. Daar kan het niet aan liggen, het weer laat een beetje in de steek. Het voetbal laat ons niet in de steek, want Nederland is niet gekwalificeerd, dus geen probleem. Maar dat komt toch goed, denk ik. Hoeveel waren er vorig jaar? Vorig jaar waren iets meer dan 500. Iets meer dan 500, die zullen we waarschijnlijk met weersvooruitzichten niet halen. Als we de helft hebben, dan ben ik heel blij. Nou, Theo, ik ga naar Haagarts, want dan ga ik opnames maken. Ja. En onder die opnames praten we daar nog wel een keer. Goed zo, okay, tot ziens. Zie Hallo, is dit met geluid? Ja, ja wel, goedemorgen. Beeld is wat minder. Ik wil een koetje kijken en mijn eigen niet. Hey, veel succes ermee. Hey, goeie ja, rit, hè? Misschien zie ik wel onderweg. Heb je een telefoonnummer bij voor het geval dat je verdwaalt? Van Hummeke bij me. Kan dat? Als je verdwaalt. Ik ben kijk nou al. Ik weet net wat rijden. Hé mensen. Hey, geniet ervan, hè. Veel plezier. Tot over een uur, hè. Ja, 2,5 uur zijn we er Nee, film noem ik. Je bent door de hei gereden, hè? De Rosslotse hei, ja. De fietspad, ja. Door de rechts. Ja, dan moest ik moest ik oversteken. Ja? Ja, dat klopt. Ja, ja en dan moest ik rechts gaan? Nee, niet hier rechts. Ja. Dan is een pijl naar rechts. Nee, dat is een pijl van een andere club van maar nog extra buiten. En toen ben ik op de 40 meter gekomen, ja, dat klopt. Terugsturen, Theo. Nou, dan moet je terug. Wordt het toch van 200 kilometer weg? Nee, dat is niet zo. Code geel, hè? Valt mee, jongen. Van 100 vat, dan kunnen we dan eens dan weer terug te horen. Ja, maar we moeten hier ja, dat moet je wel doen. Maar de kop die ik vind van... Ja, dat heb ik dan niet gezien. Want ik... En ik heb hem vermerkt, want ik zag die puist stond, heb ik nog een extra pijl van echt weggezet. Ja, ik keek zo en rechts. Zelf verzonnen. En dan verder lost hem ook weer pijl. Ja, dat klopt, want dan komt, ja. Dan komt die 20 kilometer op buiten. Oh, ik zit goed. Ja. Maar waar is nou het teentje? Want... Goed. Hey, houdoe. Theo? Theo? Ja? Ja? Ah, dat kunnen we zo niet aflezen, hè? Wat zeg jij? Ja? Ja? Hoezo? In Oorschot? Ja, dan moet je naar richting over de brug, toch? Dus Theo, de routeplan? Ja, het is zo heel veel dagen. Ja, oh ja, nee, maar die puin is dan goed dat er rechts moet hoor. U doet nu al voor de 10e keer mee, zegt u mevrouw Broos? Voor de 10e keer mee? Ja, ik zeg wel meer, denk ik. Nou, tel het eens uit. Niet bijgehouden, maar. Een echte veteraan dan? Nee. Echte veteraan? Doe de woorden verder. Ja, en vroeger ik had mijn gewoon fiets 75, was het kijk, 75? Met een gewone fiets? Met een gewone fiets. Wat is het verschil dan? Heeft u nou een fiets met ik heb nou pas een elektrofiets. Oh, het is een elektrofiets. Het is een gewone fiets. Ja, met trapondersteuning. Valspeulen, hè? Nou, goedemorgen. Daar staat 6000. 100 kilometer? Ja, ja. De 70 of de 100? Ja. Jij bent... Nou, die is al heel, hè?
Veel plezier, hè? Ja. En voorzichtig. Ja. Maar jullie goed kijken. We willen ons erop hebben. Ja, fietsen maar. Ja, ja. Kenneth, ja, ja. Kenneth. Kenneth zit al in haar. Kenneth is heel in huis gekocht. Dat is een kraam van Kenneth. Hé, hey, goeie rit, hè. Hey, houdoe. We hebben het hier niet gezien, maar... Ik ben er terug op voetballen. Nee, dat ging gaaf. Nog één, dat is goed. Dat is zeg. Nou, dan mag er nog even wat vertellen dan. De groeten doen, papa en mama. Nou niet Tom lullen, hè, Leon. Dat kan niet anders. Hij zet iemand anders op het beeld, joh. Ik ben zo lelijk. Dat doe ik. Ik zie hoe jullie dadelijk wegsprinten. Nou, dat zal niet wel op onze oude knopen. Zijn jullie de 100 of de 70? 100. Hebben jullie licht op de fiets? Ja, zeker. Kijk dan. Ja, er zit nou licht op ook. En achter. Nou, dan is verantwoord dat jullie de 100 doen. En? Wel op de fiets? Ja. Goeie rit. Alles klopt. Oh ja, bijna alles. Bedankt. Hey, doei. Fijne rit nog, hè. Dankjewel. Hardoe, hè. Fijne reis. Theo, ik ben net terug uit Haaghorst. Even kijken, kwart voor twee, kwart over één zijn wij daar vertrokken. Het was daar in ieder geval heel gezellig. We hebben een paar keer contact gehad en dan zei je van hier regent het. Ja, hier regent het nu in Haaghorst, geen druppel regen gehad. Hoe is je stand? Is het een beetje meegevallen? Ik heb gezegd vanmorgen als ze 250 man halen dat ik heel blij ben. En ik ben blij, want we hebben de 250. Oh, we hebben volgens mij nog twee meer. Maar goed, dat maakt het niet uit. Maar het valt met 100% mee. En inderdaad, ik heb hier regen gehad en... Er zijn een hoop mensen die zijn teruggekomen, die hebben geen regen gehad. Ja. Er zijn ook een hoop mensen die zijn wel nat geworden. Sommigen konden op tijd schuilen. Dus... Ja, ik weet niet, maar de meeste mensen waren toch wel blij dat ze geweest zijn. Ze waren de meeste die ik gesproken heb, maar ja, ik kan niet per eigen ploeg praten, maar die waren toch allemaal goed tevreden over de tocht. Ja, wij hebben ook hele positieve reacties, Theo. Goed uitgepeld en een hele mooie rit ook. Heel veel water onderweg in de rivieren, dat is ook duidelijk geworden. Theo, ik kwam ook weer iemand uit Soest tegen. Ja, die komt elk jaar. Dat is een mevrouw uit Soest. Die heeft geen internet. Die stuur ik elk jaar een brief. En die komt met de trein naar de bos toe. En dan fiets ze hier naartoe. En dan gaat ze hier 40 kilometer fietsen of 70 kilometer. En dan gaat ze weer terug. Nou, Theo, je zegt ze heeft geen internet. Dus ze kan dit ook niet zien. Heb je een adres van haar? Ik heb een adres en ik heb een adresbestand. Ik heb ongeveer 500-600 e-mailadressen. Die krijg ik elk jaar bericht. En dan heb ik nog een 100-150... mensen die per se per post willen hebben, ja. Die krijgen ook elk jaar. Dat is ook, dat gaat ik over de tong. Wij hebben in Haaghorst gezeten bij de controlepost. En dan is het zo leuk wat de mensen zeggen. Dus ik krijg mail, ik krijg post. En er was eentje die had geen mail gehad. Dus die heeft nu zijn mail ingevuld. En dus dat moet de volgende keer beter gaan. Theo, we kijken nog even af. Ik hoop dat de mensen droog thuis komen. Ja. En we zien dadelijk wel wat eindresultaat. Ja, ik ga je nu naar huis en ga ook even flink zitten rekenen. En dan komen we om 5 uur terug en dan... ook met iedereen een envelop met een paar centen. Hé Theo, om je even voor het blok te zetten. Straks dan overhandigen jullie die prijzen. Volgend jaar? 25 juni. 29 is de eerste visa. Ik ga gewoon door. Ja, ik wilde eigenlijk vragen, ga je verder? Maar dit is een dat komt allemaal goed. We blijven doorgaan. Ja, mooi hè. Ja, we genieten ook met z'n allen van en de clubs die er aan meedelen. Die zijn heel erg blij en... nogmaals bedankt, maar we zien dadelijk het eindresultaat. Ja, we gaan nog even kijken. Tot vanavond. Hey, fijne middag. Houdoe. Ik denk dat ik dat rustig was, ik moet gewoon...
daar. Ja. Hé, hey, Peter! Ik weet het niet. 40? Ja, ik heb het wel een andere rol hier. Ik kom totaal op 50. Ik zag jou vanmorgen weglopen. Ik ben half 7 gestart. Komt hij nou lopen? Half 7, dan zo richting pad. En dan helemaal zeg maar over langs de ketting, al de highway. En dan ben je S uitgekomen en nou dit weer lopen. Leuk jongen. Energie aan de insteks, maar ja. We moeten nog 35, hè? Oké. Ja, jullie niet. 35, ze zullen hem onderweg wel oppikken. Ik denk het ook. Ja, wij hebben er al 37 op zitten. Ja, maar ze halen jou hier op. Nee, ze halen mij hier niet op. En was het toch? Hoe gaat het? Ik vind de tocht geweldig en we fietsen voor de eerste keer mee, maar hij is ontzettend goed uitgezet. Dat is helemaal geen probleem. Nou, dat is ook veel, dat was ook een mooie route ook. Ja. Ja. Voor ons wel best een beetje bekend hier en daar, maar dat maakt niet uit. En het weer valt mee, dus Het is prima zo. Ja, ja, dat zou ik heel leuk vinden. Ja, heel goed. Nou, ik vind hem echt heel fijn en heel goed aangegeven. Dus. Nou, dankjewel. Goed zo. Dan wens ik jullie nog een hele mooie tocht en een gezonde nog even uitgaan. Ja, laten we ook dat droog thuis komen. Oké, okay. Heel fijne rit. Ja, dankjewel. Hey, doei. Met het zonnetje in de rug. Ja, heerlijk. En laatste 20, laatste 10. Ja, 20 nog wel, ja. Nou, in S heeft het al geregend. In S heeft het al geregend, dus... Daar waren wij niet. Waar gaan jullie nu naartoe? Ik kreeg gewoon wat. Is dit waar? Ja. Ja, daar hè. Ja, het is nu over. Oh, ja. Ik krijg wat je verdient. Nou, laten we het daar maar ophouden. Oké, okay. Fijne reis. Wij maken de laatste 30 keer. Ja, doe je. Recht naar huis? Nou, dat weet ik niet. Met een bocht. Denk het. Was leuk? Ja. Goeie tocht? Trekken, ja. Maar mijn straat goed, hè. Ja, mooi. Ik fiets om te plezier. Ja. Als ik 10 keer hetzelfde of niks. Ja, oké. Okay. Hey, fijne middag nog, hè. Ja. Oké. En volgend jaar weer? Volgend jaar weer? Leuk toch? Ja. Hak die uit jouw water. Zit er niet bij. Hoe is het? Het droogt allemaal weer op. 2 minuten kunnen wachten, hè? Ja, net pech. Schildstuk. Nou, beste mensen van de verenigingen. Het goede nieuws is, ik heb de datum volgend jaar weer vastgelegd. Oké. Okay. Dus wat dat betreft gaat deur, ondanks het weer. Mogen we eigenlijk niet mopperen. Want ik heb vanmorgen gezegd, als ik 250 deelnemers had, dan ben ik heel blij. En het zijn er 278 geworden. Dus ik ben erg blij. En het hekken kost, dat is het belangrijkste, uitzend kosten 15 euro. En postzegel 30 euro. En master 40 euro. En website loose 23 euro. En diverse enveloppen, weet ik nog meer, 20 euro. De kosten zijn 128 euro. Zo. En ik heb een sponsorgeld 200 euro. En 278 x 4 is 1112 euro. Dat is 1312 euro totaal. Dat wil zeggen, met de kosten eraf, houden we 1184 over. Dat is 236 euro en 80 centen. En er zit 237 euro in de envelop. Tjoe. Applaus. Dank je wel. En ik wil nu de envelop overhandigen. Dus, voor de jeugd. En dan kan je nog overvassen. Ja, dank je wel, Theo. Voor de jeugd van Tokio. Ja, je hebt geen senioren, hè. Nee, moet ik zeggen. Voor het jeugdorkest van Vara. Hartstikke bedankt. Dit is voor Loa. Dat is voor de klant. Dank u wel. Ja, dank u wel. En dit is voor de mensen die er niet zijn. Ja. Bouwdorp, yes. Bouwdorp, yes. Drinken. En ik hoop
dat jullie, ja, volgend jaar doen we het weer. Ik hoop dat jullie tevreden zijn. Ik wel. En ja, we gaan gewoon op dezelfde voet verder, hè. Akkoord? Oké. Okay. Ja, Theo. Ja. Het zit er weer op. Ja. Het is toch elke keer spannend natuurlijk. Toch ook weer van hoeveel mensen doen er mee. Ik heur toevallig vanmorgen van jullie Francine dat ik 4 uur al samen wakker in bed lag. Ik zeg, ja, god, na zoveel jaren, dan hoef je toch eigenlijk niet meer druk te maken. Wij weten, en ik weet het zeker, het is altijd tot in de puntjes toe verzorgd. Ik weet zeker dat Theo het weer kon regelen dan. Dan zou je nog zo regelen dat het weer de route volgt. Maar ja, het is weer gelukt. Nou, ik heb me eigenlijk vandaag afgevraagd van hoeveel stempels staan er op de weg? Ergens ooit geteld, maar ik denk... Maar ik zal volgende de prijs over maken. Ja, dat is misschien goed, maar ik denk zeker dat er zeker 1000 pijltjes op de weg staan. En tot, vermaren, tot 10 uur, hè, Theo, nog... pijltje bijgezet. Maar ik is er aan het rijden en ja, het is te nat, het is te nat. Ja, doe ik mij vroeg wel, doe ik mij vroeg wel. Ik denk, ja, Theo, dat gaat allemaal niet mij vroeg. Maar het is wel gelukt en ik heb hem zelf gefietst. Ik moet eerlijk zeggen, ik was verkeerd gereden, maar dat lag niet aan de pijltjes. Ik zat gewoon niet op te letten. En ik heb voor de verder rest alleen maar weer van de wielrenners, hè, waar ik dan toch in beweging alleen maar positieve berichten weer. Zoals elk jaar. Dus het is weer echt een hele mooie route en een mooie dag geweest. En zeker, ik vind ook zeker het aantal deelnemers niet tegenvallen, want ook al zijn wij wielrenners, maar voor regen, we hebben de meeste fietsers toch thuis. Dat is nou eenmaal zo, dan gaan ze toch iets anders doen. Dus, nou, in ieder geval willen wij als verenigingen, ik neem aan dat ik spreek namens alle verenigingen, jou weer heel erg bedanken voor al jouw uren, al jouw inspanningen. Daarvoor heb ik voor jou een cadeaubon gehaald van jouw favoriete fietsenmaker, want gegarandeerd heb je alweer een keer nieuwe bandjes nodig. Hè? Dus dat wil ik jou overhandigen, alsjeblieft. Dankjewel. En voor jullie Francine natuurlijk. Ja. Hè? Want Theo heeft al geen tijd voor gehad de afgelopen weken. Dus ik denk, nou, dan doe ik dat gewoon voor jou een bosje bloemen. Dank. Volgend jaar zijn we er weer. Dank je. In ieder geval bedankt. Bedankt, niet hoeven. Dat doen we niet meer. We doen het gewoon. Nee, maar dat is mee. Ja. Nee. Beste kijkers van Loes. 25 juni 2017, 29e fietsdag van S. Komt alle, want het is gezellig. Hey.